Hier zitten een tweetal panels. Het panel waar we nu op uitkijken is het panel van de natte verwerking. De installatie die hier gebouwd is, is eigenlijk een fabriekje in een hele grote fabriek. Die is gekoppeld aan oude fabrieksdelen. Dus die schermen die zijn allemaal hier naartoe verzameld om alles vanuit één kamer te kunnen bedienen. Je ziet hier ook een hoop schermen met camera's. Op die manier kunnen we de hele fabriek in de gaten houden. We zijn hier aangenomen om de fabriek fosfor veilig te maken. En dat doen wij middels een aantal processen. We hebben de opslagtanks, daar wordt het fosforslik in verzameld of is er al in verzameld. Dan hebben we een leidingtracé waarin wij dat kunnen verpompen naar een verdere installatie. En de verdere installatie houdt in tweetal perscontainers waar het fosforslik in wordt uitgeperst. Daar loopt een circulatieleiding door die pers heen. Dat is om de fosforslik continu in beweging te houden. Fosforslik is een slurry van water, fosfor en vaste stof. En je moet je voorstellen dat als dat een poosje stilstaat, dat de vaste stof naar beneden zakt. En ook is het zo dat op bepaalde leidingdelen die minder goed geïsoleerd of verwarmd zijn, dat daar de fosfor kan stollen met het resultaat dat er verstoppingen kunnen optreden. In die perscontainer wordt dat in zogeheten compartimenten gestopt. Daar zitten zeefdekken, eigenlijk een soort koffiezetapparaat is het, waarmee je de vaste stof vasthoudt en de vloeistof kun je eruit drukken. Uiteindelijk hou je daar een vaste stof in over waar nog een restant aan fosfor in zit. En die verbrand je uiteindelijk middels een roterende trommel die wij een kalsijner noemen. Waarin eigenlijk het laatste restje van fosfor verbrand wordt. En die rookgassen die gaan uiteindelijk naar de zuurfabriek. Waarin uiteindelijk alleen nog maar waterdamp de schoorsteen zal verlaten. Op die manier ben je er namelijk 100% zeker van dat alle fosfor verbrand is en er niets meer aanwezig is. En alleen dan is het fosfor veilig. In de opslagtanks is fosforslik naartoe gebracht en dat heeft daar tijdenlang in gezeten, dat is bezonken. Dat is niet altijd even goed op temperatuur gehouden. Daardoor hebben we nu wel wat moeilijkheden om dat eruit te halen. En hebben we daar extra hulpmiddelen voor bedacht om dat los te krijgen. We hebben de zogeheten dredging head in het leven geroepen. Een soort van staafmixer om dat hele tankje los te woelen en weer in beweging te krijgen. De dredging head die gaat via het dak van de tank gaat die naar binnen. En daar zal die met een soort van snijkop de fosforslik weer opwoelen. En als dat eenmaal gebeurd is, dan kunnen we het weer verpompen naar de natte verwerkingsinstallatie. Daarnaast is het zo dat fosforslik aan die dredging head blijft plakken. Dus dat zal er afgespoeld moeten worden. Daar is ook brandweerbezetting bij nodig. De brandweer die houdt toezicht op veiligheid. En daarna zal die dredging head in een aparte lekbak geplaatst worden. Zodat de fosforresten die eraan zitten mogelijkerwijs niet alsnog in de brand zullen vliegen. Dit is een proces dat wordt 24/7 gaat dat door. En dan is hier dus ook altijd personeel aanwezig om de veiligheid te waarborgen en de productie in gang te zetten.